Hallo en welkom bij de eerste aflevering van de Bolle Boffen Bokaal. Een waar gevecht van Rotterdams talent. Met als inzet, wie zijn de beste Bolle Boffen? De finale is in elk geval na 20 afleveringen op het kasteel van Spangen. En dan gaan we dus zien wie deze beker omhoog mag tillen. We zijn, om in Sparta-sferen te blijven, nu bij de RV en AV Sparta. Waar heel veel Spartaans talent uiteindelijk tot ontbolstering kwam. En ja, zo dadelijk gaan hier de eerste 5 jongetjes onder 12 in het strijdperk treden. Ja, de term bolle boffen betekent eigenlijk letterlijk baas. Wie is nou de baas? Zijn dat de penaltynemers of is dat de keeper? Nou, in de jaren 70 was Pim Doesburg de keepersbaas. Weet je er nog iets van, Pim, jaren 70? Ja, dat is 35 jaar geleden, hè. Het was echt zondagsmiddags, iedere 3 elftallen, die mochten allemaal op mij schieten. Maar ik vond het fantastisch. Ik heb dat bolle boffen 10 jaar gedaan, dus het zit wel in me. En hoe mooi is het dan dat je het sokje mag overgeven aan iemand die jij een warm hart toedraagt, Ed de Goeie? Nou ja, Ed is een waanzinnige keeper geweest, ik ook, maar hij was een generatie na mij. 687 duels, ik heb het nog even nagekeken. Ja? Sparta, PSV, weer Sparta, weer PSV, Nederlands elftal. Ja. Het is nogal ik wat, heb alles he? Doorlopen. Je hebt nog steeds de meeste wedstrijden achter je naam staan. Nee, daar komen ze niet meer aan. Fenomeen. Nee. En jullie, Ed, jullie hadden wel een band, want hij was natuurlijk jouw keeperstrainer bij Feyenoord, bij Sparta, bij het Nederlands elftal. Olympia, niet te vergeten, daar zijn we begonnen. Ja, ja. Hij was 10. Hij was 10, 11 jaar. Toen was ik voor het eerst dat ik training kreeg van Pim. Toen is het eigenlijk al begonnen. Daarna natuurlijk naar Sparta gegaan, Feyenoord doorlopen, Nederlands elftal doorlopen. We kwamen elkaar elke keer weer tegen. Jullie hadden ook een speciale relatie, met name in de periode Feyenoord, geloof ik, hè? Ja, nou, daarom. Dat is gewoon zo. Maar je deed gewoon alles om alles eruit te halen en dat zo goed mogelijk te doen. En soms ging het op een fantastische manier, soms botste het wel eens. Maar je moet gewoon professioneel zijn en het zo goed mogelijk doen. We gaan het zien zo. Ja, dat gaat wel goed komen, Emiel. Mannen, we gaan het dadelijk opnemen tegen Ed de Goeie. Oude keeper van Sparta, van Feyenoord. Ja, hij is heel lang. Dus wat kunnen we het beste doen? Hoekjes. Hier zijn wij! Sparta! Hier zijn wij! Sparta! Wat gaan we doen? Goeie bal. Ed, je mag duiken, hè? Dat was zo leuk. Je was expres één los? Ja. Nee, we hebben nooit één expres doorgelaten, Pim. Nou, kom op. Die kinderen wel. Nee, helemaal niet. Oeh! Goeie bal. Ja, ja. Die liet hij niet expres gaan, volgens mij. Dat moet je duiken, dat doet dat gezin. Goeie bal, Ed. Goeie bal. Ja. Die gaat erin. Ze kunnen beter, maar ik ben zeker tevreden ook met die. Wie had er nou 2 gemaakt? Moest even voor zijn hat-trick. Ja, waarom lukte het niet die derde? Ja, ik wou hem eigenlijk in de rechterhoek knallen, maar ik dacht misschien wist hij dat al. Hij dacht misschien onthoudt hij dat wel. Ja. Ik heb een bal uitgezocht. Een mooie clubbal, maar dat is een drietje. Ja, dat komt. Ik kan eigenlijk niet lopen. Ik krijg een kunstknie. En ik heb nog even gewacht met de kunstknie. Dan moet ik zitten totdat deze op de penaltybokaal. Je weet wie jou sponsort, hè, zo dadelijk? Ja, dat is Menno van Flexkraft. Het is een bloeiend bedrijf die opkomt voor bepaalde doelgroepen. En daarom is het ook leuk toen hij me belde dat hij dit zou gaan sponsoren. Dan was het geen twijfel mogelijk dat ik zeg, ja, ik moet hier komen. Hij is hartstikke lang. Ik kan hem beter laag houden. Rechtsboven? Ja, hij is een beetje traag, hè. Ik moet gewoon kwaad op hem worden, dan gaat het altijd goed. Hadden we afgesproken, hè? 2. Als jij nou tegen deze man zegt, voor het goede doel had hij die derde moeten pakken. Maar hij kon er gewoon niet bij. En ik had die andere 2 ook wel weer daar weg kunnen stoppen. Maar ik denk, Edje, jij bent bezig voor het goede doel. Ja.
Het is, laten we maar zeggen dat het een ludieke aftrap is, want je gaat natuurlijk de komende tijd meer sponsoren en andere geïnteresseerden proberen te weerstaan vanaf 11 meter, maar dan gewoon volle bak, hè? Dan gaat volle bak. We zijn nu begonnen. Zo, de eerste €1250 dus verdiend voor het goede doel, dankzij Sparta Amateurs. Nogmaals dank voor de gastvrijheid. Volgende week zijn we bij VOC met de Bolleboffen bokaal. Dus wat mij betreft heel graag tot volgende week. En u weet het, er zijn nog een paar plekjes over als sponsors, maar ook als clubs. Kunt u zich nog inschrijven, info@reur.nl. Tot de volgende keer.